We hebben het natuurlijk te maken met het protectionisme van landen. Dat is aan orde. Maar als ik het heb over met name de, deze visserijsector. Uh, je, je proeft het helemaal niet, maar het compromis. Uh, amendement vorig jaar, daar had ik dus ook al, of hadden wij met elkaar, je doet nooit niks in de politiek alleen, wij met elkaar al duidelijk instaan, die Fransen moeten zoveel, die kleine vissen, zoveel mijlen meer hebben, waar ze mee verder kunnen gaan. Ik heb zelf nog meer aan mogen werken, dat er veel geld ook naar die kleine Franse vissenbootjes, want even voor u, die Fransen zijn zo lui als ik weet niet wat, die zaten daar nog in die oude bootjes een beetje te vissen, hebben we aan meer gewerkt dat er ook geld, want die moeten dus ook duurzaam worden, hè? die hebben het nog niet, als het gaat om de duurzaamheid Eisen van Europa voldoen ze nog lang niet aan. Ook gezegd, nou laten we ook geld daar naartoe doen, dat we de Fransen ook helpen. En nu in één keer hiermee binnenkomend, ja, ja dit kan echt niet. Nee. En hoe gaat het dan straks verder met het gemeenschappelijk landbouwbeleid en alle andere sectoren die nog aan orde komen in Europa?